Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe YouTube-video. Nou, dit keer een wat andere video dan normaal. Ik ga een presentatie houden aan jullie kijkers. Ik ga het verschil uitleggen tussen traden en investeren. En er zitten wel een paar technische dingetjes aan. Alleen het is wat meer financieel gericht. Dus daarom is deze video wat anders dan een normale technische video. Maar ik vind het in deze huidige dure tijden ja, belangrijk om met jullie te delen. Dus nou, daar gaan we dan met de presentatie. Nou, wat is investeren eigenlijk? Nou, investeren kan op, op twee manieren. Je kan eenmalig een keer een hoger bedrag inleggen. Uh, en je kan ook maandelijks kleinere bedragen inleggen. Of eventueel zelfs wekelijks. Uh, doen sommige mensen het. En uh, ja, niet heel veel mensen die ik uh, ken. Eigenlijk niemand die doet het uh, dagelijks, maar dat kan uh, natuurlijk wel. Uh, het meest bekendste voorbeeld is uh, DCA. DCA dat staat voor Dollar Cost Averaging. En wat DCA inhoudt, uh, ja, je koopt dan uiteindelijk gemiddeld de beste prijs. Hè. Dus als de koers laag is, dan kan je goedkoop inkopen. En als die daarna stijgt, uh, heb je meer winst. En als je hoog ja, je, als je te duur inkoopt, als de koers hoog staat, dan koop je te duur in. Alleen dan is natuurlijk de waarde van je portfolio gegroeid. En dus te, daarom koop je dus gemiddeld dan de beste prijs. En eh, ook in Nederland heet het dollar cost averaging. Hoewel het hier dan eigenlijk Euro cost averaging zou moeten heten. Maar ja, de term dollar wordt gewoon wereldwijd gebruikt. En eh, dat is nu ook op dit moment de world currency. Hè, de... De grootste valuta van de wereld. Vandaar dat het nu met, met dollars, ja, dat dat de term is. Uh, investeren is ook vaak gericht op de langere termijn. Hè. Denk aan nou, minimaal een jaar in het geval van, van crypto. En vijf tot tien jaar in het geval van uh, aandelen. En verder kost investeren niet al te veel tijd. Behalve natuurlijk in het begin als je helemaal erin uh, moet verdiepen. Ja, dat is een hoop huiswerk. Het kost altijd een hoop huiswerk om te doen. En het is ook aan te raden om eerst je huiswerk te doen voordat je begint met uh, investeren. En bij deze ik ook nog een, een kleine disclaimer. Ja, ik uh, mag geen financieel advies geven. Ik heb geen WFT certificaat. En ik ben ook maar gewoon een uh, random YouTuber. Dus uh, je moet altijd je eigen onderzoek blijven doen en ja, zelf bepalen... En, ook altijd, uh, en investeer ook altijd geld uh, wat je kan missen. En niet, uh, niet meer dan je kan missen. Want het is wel belangrijk dat je gewoon uh, de boodschappen kan doen. Uh, de huur kan betalen of uh, de hypotheek kan betalen. Dat is het belangrijkste. Dus ja, doe dit niet met geld wat je niet kan missen. Dat is de belangrijkste boodschap eigenlijk. Nou, wat is dan treden? Nou, treden dan uh, zit je wat meer speculatief uh, te kijken. Je bent dan. Uh, ja, heel vaak op die grafieken aan het kijken, hè, met die, die candles. En wat die candles betekenen, daar heb ik dan ook weer een video van. Mocht iemand daar geïnteresseerd zijn, die moet je maar eventjes zoeken op mijn kanaal. Dan geef ik ook uitleg wat, wat dus die candles betekenen. En bij treden is het belangrijkste eigenlijk dat je prijsactie gaat lezen op de grafieken. En op basis daarvan... Bepaal jij een, een positie. Meestal is dat long en short. Met long dan verwacht je dat de koers omhoog zal gaan. En dan ga je eruit als die ook echt omhoog gegaan is. Dan heb je winst. Dan gaat die naar beneden. Dan word je eruit gestopt. En dan, ja, dan heb je verlies. En met short is het dan allemaal precies het tegenovergestelde. Dan verwacht je het geld te verdienen als de markt naar beneden kan gaan. En uh, als die naar beneden gaat, heb je dan winst. Maar gaat die omhoog, word je eruit gestopt en dan heb je verlies. Hè, dan heb ik ook hierbij het derde punt uh, gezet. Hè, je kunt dus ook short gaan en uh, margin, oftewel leverage, gebruiken. Uh, maar ja, voor beginners is dat overigens totaal niet aan te raden. En als je niet weet wat je aan het doen bent, gebruik dat dan alsjeblieft niet. Uh, het kan wel handig zijn om uh, het te gebruiken, want ja, je leent dan... Uh, ...eigenlijk geld of, of bitcoin of, wat, of uh, goud of wat ervoor van uh, de broker... Hè, ...of van de exchange in, in dit geval van, uh, van treden En ja, met, met crypto kan je dus niet meer verliezen dan uh, dat je uh, leent. Maar met aandelen wel. En dan moet je het ook allemaal terugbetalen met rente en dat soort ellende. Dus uh, wees daar echt voorzichtig mee. Voorzichtig mee, sorry. Uh, verder is treden gericht op tekorten... Te Kortere termijn, denk aan nou, een paar dagen. Dat heet dan swingtreden. Een paar dagen tot een week. Nou, je day traden. Nou, dat is natuurlijk gericht op een dag, daarom heet het day trade. Dus dan ben je ook echt een acht uur gewerkt dag lang naar die grafieken aan het, aan het staren en aan het handelen eigenlijk. Het treden is uh, Engelse vertaling van handelen. En dan heb je ook nog scalpen. En dan uh, kan je ook echt niet weg van je scherm. Je moet dan echt bij je scherm blijven zitten. En dat zit je echt op de kwartier. Dus vanaf de ja, minuut tot een kwartier te kijken. En nou, treden kost heel veel tijd. En ook nou, leergeld in het begin. Uh, mij is dat gelukkig niet gebeurd, ja, een klein beetje, omdat ik ook met een uh, klein bedrag begon. Dus dat is ook wel even aan te raden. Maar, ja, begin gewoon met een klein bedrag van uh, 100 euro of 100 dollar. Meestal wordt traden met ook weer die, daar is die dus weer, die dollar. Uh, traden wordt meestal met dus dollars gedaan in plaats van uh, euro's. Nou, investeren uh, kan je op de volgende assets of activa toepassen. Nou, wat ik... Uh, zelf heb gedaan. Ik heb uh, geïnvesteerd in de energietransitie. Daar heb ik al een uh, aantal video's van op dit kanaal. En bij mij uh, was eigenlijk de beste investering uh, zonnepanelen nemen en uh, de woning zo goed als aardgasloos uh, maken. En dat zorgde bij mij voor een, uh, een ja, minder negatieve energierekening en dus een minder negatieve cashflow of een, een minder positieve energierekening, moet ik zeggen, en dus een minder uh, negatieve cashflow. Ja, dan zeg ik het uh, goed. Ja, wat cashflow is, is eigenlijk het, uh, het verschil uh, van ja, wat erin komt en wat eruit gaat. <laughs> Meer is het niet. Ja, dus, uh, cashflow is dus inkomen min de uitgaven. En die moet uh, ja, eigenlijk altijd nul of positief zijn. Is die negatief, dan gaat er iets niet goed. En dan moet je even nagaan waarom het fout gaat. Want anders uh, ga je failliet. En ook als je gewoon gezin bent. Een gezin moet je zien als een bedrijf. En dan uh, als het uh, lager dan nul is, dan gaat het niet goed. En dan ga je uiteindelijk failliet. Of in dit geval dan naar de voedselbank. En dat wil je niet hebben. Dus al, zoek het allemaal uit op een Excel sheet. En als die dan negatief is, zoek alsjeblieft uit waardoor het komt. Uh, zodat je jezelf nog. ...kunt redden voordat je bij de voedselbank aan moet loppen. Nou, je kan het ook uh, toepassen op aandelen. Hè? Dan doe je het voor uh, kapitaalwinst of in het Engels capital gains. En wat kapitaalwinst is, nou je koopt bijvoorbeeld op... Uh, uh, ...of je krijgt bijvoorbeeld gratis een een of ander bankstel... ...van iemand, uh, van een buurman die gaat verhuizen. Nou, je zet dat ding op, op marktplaats en je verkoopt hem voor 100 euro. Dan is jouw capital gains of jouw kapitaalwinst is dan... Uh, 100 euro. Dus zo werkt kapitaalwinst. Nou, dan heb je ook nog edelmetalen en, en olie. Nou, daar heb je nog een andere reden dat uh, deflationair kan zijn. En deflationair betekent ja, dat het dus niet inflatieafhankelijk is zoals uh, nu het, het geval heel duidelijk te zien is met uh, de euro. Ja, alle boodschappen worden steeds en steeds uh, duurder. Ja, zelf zit ik ook al uh, over de 70 euro per week in mijn eentje. Voor bijna hetzelfde eten. Er zit wel wat variatie in, maar dat is echt insane duur. Meer dan een tientje per dag aan, uh, aan eten. Ja, en nog wat, wat drinken, maar het meeste is uh, eten. En uh, olie, hè, olie en, en aardgas. Hè, die, daarom had ik die energietransitie ook erop gezet. Ja, daar kan je natuurlijk ook dus, uh, geld mee verdienen, maar je kan het dus ook doen door. Uh, ...of de beleggingsmarkt daar mee te speculeren. Of het, het zelf in bezit hebben en dan krijg je er weer een, een cashflow uit. Nou, zelf uh, heb ik het meeste uh, in cryptomunten zitten... ...en dan met name Bitcoin en Ethereum. Je hebt ook nog uh, een aantal altcoins... ...maar ja, als je beginner bent, ga ik ook weer zeggen... ...pas daar maar op en uh, ja, stap er als beginner echt eventjes niet in. Begin gewoon, met rustig, begin gewoon rustig met Bitcoin en Ethereum. En ga later pas naar die, al die altcoins kijken. En de grootste reden voor mij dat ik in, nou, vooral dan Bitcoin en Ethereum, zit omdat het uh, twee deflationaire assets zijn. En ik gebruik het ook wel als kapitaalwinst. Ik had bijvoorbeeld uh, in de boeren van 2021 met Bitcoins, uh, of ja, geen hele hoor, maar. Uh, een deel van mijn winst uh, genomen en daar heb ik een, uh, toen een laptop van gekocht van uh, 900 euro en ethereum heb toen de, de stijgende benzineprijs uh, betaald toen ik uh, de hele tijd van Eden naar Kuik moest rijden omdat ik uh, uit de IT was gestapt nou inmiddels ben ik al weer terug in de IT want uh, ja van dat soort salarissen kan ik totaal niet rondkomen dus dat is toch ook wel een slim idee om uh, ja ja, 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 ja. Hoger gerenkte baan uh, te behouden. Hoewel, als je met je handen wer werkt en zzp'er wordt, dan kan je nu ook goed binnenlopen. Zeker als, als loodgieter, of uh, he, nou, daar is die weer die energietransitie met al die, die warmtepompen die aangesloten moeten worden. Nou, dan heb je bij die cryptomunten ook nog iets uh, wat heet uh, stablecoins. En nou, dat is eigenlijk gewoon het fiat geld op de blockchain. Dus uh, als ze gekoppeld zijn aan, aan dollars, dan is het gewoon een inflationaire assets. Alleen je wil dan wat meer spreiding hebben. Dus eigenlijk voor de spreiding. Maar je hebt ook deflationaire en die zijn dan nou gedekt met bijvoorbeeld goud of ze zijn gedekt met uh, bitcoin. Maar ze hebben wel de waarde van uh, 1 dollar of een euro. Die bestaan tegenwoordig ook. En dan zijn ze deflationair. En de meest bekendste vorm van cashflow is uh, vastgoed. Hè, mensen die uh, een vakantiehuis hebben en die verhuren het uh, een jaar uh, aan andere mensen, nou, dan krijg je dus uh, daar positieve cashflow uit. Nou ja, zelf ben ik veel te pauper om vastgoed te, te hebben, want uh, ja, voor een uh, heel goedkoop uh, studentenachtig flatding, dan ben je al 150.000 euro minimaal kwijt, en dat is dan echt het allergoedkoopste wat je kunt krijgen. En dan heb je maar een cashflow van uh, een tientje per maand. Dus dat uh, gaat er voor mij niet worden. <laughs> en dan moet je ook nog eens een keer dus 50.000 over hebben. Nou, dat, uh, voor mij uh, gaat dat vastgoed hem echt niet worden. En dan heb je natuurlijk ook nog het gezeik van als een huurder klachten heeft. Of de, de wc gaat kapot. Of de zw ketel gaat kapot. Dat je dat allemaal zelf op moet gaan lossen. Dus uh, ik ben geen vastgoed in ieder geval. Ik vind het heel leuk uh, om in een huis te wonen. Ja, zo zie ik vastgoed, uh, mijn huis is gewoon mijn thuis. En Ik ga dat niet zien als, uh, als beleggingsobject. Want ja, je verziekt dan ook de markt voor uh, de huurders die nu nog een woning zoeken. En die kunnen het al zo moeilijk krijgen. Dus ja, ik ben er ook niet voor uh, dat gebelegg uh, op die huizenmarkt door die uh, ja, al, al heel rijke mensen eigenlijk. Ja, gaan we naar de volgende sheets. Nou, Traden. dat kan je dan toepassen op de volgende activa, nou, op, uh, op aandelen. Ja, dat is iets wat heet een, een limit order. Ja, dat kan je bij de giro bijvoorbeeld allemaal instellen. Nou, de meest uh, bekendste vorm is hier van de, nou, de crypto munten, hè, uh, Bitcoin, en dan met name het uh, inverse perpetual contract op Bybit. Is een hele bekende, want daar, daar kan je dus zowel uh, long- als short-posities mee, uh, mee doen. En dan kan je dus ook geld verdienen als de markt naar beneden gaat. Maar je kan het ook doen met edelmetalen, hè, olie en andere nou, commodities, of die dingen dan heten. Nou, ik ga nu even een demo laten zien van uh, DCA en treden op Bitfavo. Nou, een affiliate link van. nou Dat is uh, deze link. En als jullie je uh, aanmelden via die link, als je ook geïnteresseerd bent in, in crypto, dan uh, krijg ik weer uh, een klein beetje geld over uh, jullie transactie. En uh, jullie krijgen dan van Bitfavo het cadeautje dat je over de eerste 1000 euro handelskosten, dat je daar dus geen handelskosten over hebt. Ik zal deze link ook in de beschrijving zetten. Nou, dan gaan we nu door met de demo. Nou, hallo allemaal. Welkom bij de DCA-demo. Nou, ik ben inmiddels ingelogd op mijn eigen Bitfavo-account. Ja, ik uh, laat ook gewoon uh, de cijfers zien. Nou ja, dit... Uh, je moet, uh, als je begint natuurlijk, eerst altijd even storten. Nou, ik heb hier nog een uh, te goed uh, staan. He, dus ik kan gewoon uh, verder met uh, de DCA. Nou, als ik klik hier op het dashboard, dan kom je dus hier op terecht. En dan kan je hier, hier zo uh, zoeken en dan zie je dus alle uh, cryptovaluta's staan. Nou, in mijn geval uh, kies ik hier dus voor Bitcoin. En ik doe altijd uh, 25 euro op, uh, op zaterdag. He, het is op het moment van de opname ook echt zaterdag 14e. Uh, januari. Nou, 25 euro. Druk je op de knop kopen en dan bevestigen en betalen. En nou, dat is het al. Nu heb ik al gedca'd, nu heb ik bitcoin gekocht. En je drukt op de, de knop om weer terug te komen en dan heb je dus 25 euro aan, uh, aan bitcoin gekocht. Nou, en dan de totale Koers, uh, dit is nu de, de, de prijs 19.000 euro. Dat heb ik niet dus zelf in bezit. Wat ik zelf in bezit heb, is in dit geval 178,62. Uh, oftewel 0,00926. Uh, Bitcoin heb ik dus nu zelf in bezit. Uh, door uh, door te sparen met dus die DCA. Ik heb natuurlijk het meeste op mijn Ledger Hardware Wallet staan. Hè, omdat al die, uh, met al die brokers, en uh, nou, in dit geval is het dan een exchange. Dan heb je van, uh, dat het niet, uh, your, not your keys, not your coins. Dus, uh, en met de Ledger heb ik de private key op zo'n USB stick staan. En dan heb je het in eigen beheer. Dus dat is wel aan te raden om dat te doen als je bijvoorbeeld boven de 500 euro komt zo ik al uh, het naar de ledger sturen. En, uh, ik heb hier zelf dus nog, uh, nog onder de 200 euro staan. Dus ga ik die doen. Ik doe het gewoon elke keer. Als die op 500 staat dan uh, stuur ik het door naar de ledger. Tenzij ik hele dikke winst heb en ik zie wat, wat ik wil kopen. Ja, dan uh, stort ik de euro's terug naar mijn bankrekening. En dan koop ik het natuurlijk. He, dat is ook wel een beetje de bedoeling van het uh, investeren en, uh, en beleggen. Want anders heb je er zo weinig aan. Dan moet je ook... Uh een beetje rekening mee houden en uh, let er ook op dat als de steking aanstaat hè, dat je derde partijen uh, in het spel hebt dus dat dan je koers een stuk minder veilig staan hè, dan uh, zonder steking nou ik heb uh, voor bitcoin wel de steking aangezet ik kan er wel even op, op klikken hè, de uitgekeerde opbrengsten zijn uh, 9,8 euro uh, geweest eh, geschat uh, 0,77% per jaar. Nou, dat is nog steeds meer dan bij de bank. Dus vandaar dat ik heb, uh, het aan heb staan. Dan nou, gaan we even door naar uh, Ethereum. Hè. Die zei ik ook al. Nou, doen we ook uh, hetzelfde. Je guldt hier 25 euro in. Nou, je drukt op de knop kopen. Je drukt op bevestigen en betalen. En je drukt op ga verder. En dan is alles uh, al gedaan. Dit is op dit moment de prijs weer. Nou, en op dit moment heb ik nu voor 159,75 euro aan uh, Ethereum gekocht. Oftewel 0,112 Ethereum in bezit. Hè, dus deze is super makkelijk. Je, ja, je rampt er gewoon market in met een klein bedrag. En dat doe je gewoon één keer in, uh, in de... Nou, ik doe het dan één keer in de week. Sommige mensen doen het één keer in de twee weken. Weer anderen doen het één keer per maand. Ja, dat zie je ook heel veel. Bijvoorbeeld bij Rutte, die doet dan altijd 100 euro in de maand. En dan één keer in de maand. Doet hij Bitcoin en Ethereum kopen. En uh, ja, wat ik zelf ook nog doe. Is een, een stablecoin. En dat is deze. Die heet uh, DAI. DAI. En mijn reden is dat er eigenlijk geen uh, voordeurmannetje zit. Hè, net als bij uh, Satoshi Nakamoto met, uh, met Bitcoin. Heeft DAI ook ja, niet, niet een bekend iemand? Of niet een, een, een echt iemand, laat ik het zo, zo noemen. Dus vandaar dat ik uh, die kies. Uh, er zit wel wat koersverschil met de euro, omdat deze stablecoin dus gekoppeld zit aan de Amerikaanse dollar. Dus vandaar dat je wat uh, koersverschil uh, ziet. En met de euro, nou, dat ding is op dit moment 0,92 euro waard. Omdat dus de dollar. Uh, 0,92 euro waard is. Hè, de Amerikaanse dollar. Dus nou ja, nog een keer. Het is super simpel. Nou, je gooit hier, nou in mijn geval 25, kan natuurlijk dat bedrag bepaal jij natuurlijk zelf. Hoe, hoeveel je per week of per maand is het misschien hoger. Hoeveel je inlegt. Nou, je ziet het ook voor mijn euro's: krijg ik dus wel iets meer, uh, meer DAI terug. Omdat de dollar dus iets minder waard is uh, dan de euro. Ja, 8 cent. De dollar is 8 cent minder waard dan 1 euro. En je ziet het. De transactiekosten zijn bij Bitfavo erg laag. Zelfs als je de market inramt. Nou, je betaalt over 25 euro, maar 7 cent uh, kosten. Nee, Druk erop op het knopje bevestigen en betalen, dan gaat hij maar aankopen. En met ga verder, dan kom je gewoon terug. En heb ik hier het te goed al opgespaard? Hier heb ik wat meer van. In dit geval 744 euro. Nou, dat is nog lang niet vergelijkbaar wat ik aan, aan euro's op mijn bank heb staan. Maar dit is eigenlijk hetzelfde als wat je met je bank doet. En dat zijn bij mij duizenden euro's. En hier zit het nog gewoon echt toch eronder. Nou, voor het uh, treden. Hebben we hier een knop uh, geavanceerd, en ja, dan uh, uh, wordt ook de grafiek van uh, tradingview.com hier in het plaatje gezet. nou Die herkennen jullie misschien wel, die grafiek. De nou, laatste tijd een flinke stijging meegemaakt. Je ziet hier ook wel wat winstnemingen. En daarna heeft iedereen weer oplopen kopen de afgelopen 8 uur zie ik. Dit is geloof ik de vier uur grafiek. Ja, dat staat hier zo boven. Je ziet hier een dieptemeter en dan hier kan je dus uh, spot long traden zoals dat heet. En je hebt hier geen uh, margin of leverage op Bitfavo en je kan ook alleen long posities aangaan. Je kan hier niet uh, een short positie aangaan. Je hebt hier wel een cel knop, maar je komt dan niet in een short positie uh, te staan. Je kan uh, Alleen, uh, alleen als je eerst een buy order hebt neergezet. Daarna kan je pas hier een sell order hier, uh, hier neerzetten. En dat is wat, iets wat heet een, een limit order. Hè. Dus zorg ook voor dat het uh, niet hier op market staat. Maar op, uh, op limit. Hè, en dan kies je bijvoorbeeld. Uh, de hoeveelheid uh, bitcoin die je wil kopen. Je kan hier geloof ik ook uh, Euros van maken of kan dat niet? Dat, nee, dat, uh, dat lukt me niet. Eh, maar uh, nou, bijvoorbeeld 0,001 bitcoin. eventjes even heel, uh, heel weinig. En hier kan je dan de prijs bepalen bij welke prijs die zit. Dus stel deze komt bij de 20.000. Nou, normaal moet je dat uh, eerst een technische analyse doen en normaal nooit ronde getallen nemen. Maar ik doe het even voor het voorbeeld. Dus als die bij 20.000 euro staat en oh ik moet hier wel nog een nulletje doen anders wordt het wel heel veel <laughs> he, en dan koop ik eventjes 0,001 uh, bitcoin bij he, dan uh, betaal ik daar over de fees uh, 2 euro voor dus uh, dit is nog vrij uh, veel he, want dat is 218 euro nou die uh, funds die heb ik volgens mij niet staan moet ik eventjes terugkijken hier bij het dashboard ja, 218, dus dat gaat hij niet goedkeuren. Dus ik moet eventjes uh, nog een kleiner bedrag. Ik maak er wel even nog een nul van. Hè, kijk, dan zijn de kosten 21 cent. Hè, en dat is dan 20 euro aan, uh, aan bitcoin wat hij dan gaat kopen als hij bij de 20k uh, zit. En, en nu zit ik het ook sowieso verkeerd te doen. Want uh, een long neem je eigenlijk niet zo. Een long neem je op een terugtest. He, dus eigenlijk zou ik hier helemaal naar links moeten kijken. En dan hier als hij dan hier komt. He, bij de 17203. Uh, dus dat ga ik trouwens eventjes aanpassen. He, dus bij 17200. Nou, ik maak er even 17200 van. Nou, je ziet ook hier dat er een draft dingetje in het uh, in het build komt en als de koers uh, daar is dan uh, wil ik dat hij dan uh, voor tussen die twee tientjes aan bitcoin gaat kopen nou druk je gewoon op continue nou hier moet je het nog even nalezen en die uh, die fees die je erover betaald zijn in dit geval 18 eurocent. cent nou, nee je drukt de confirm en dan staat die order ook echt klaar dus als de koers nu terugtest naar uh, nou, dit level hier zo Gaat hij hem bijkopen. Oh, <laughs> je moet minimaal 5 euro aan bitcoin in een limit order hebben. Dus uh... oh, ik moest wel 0,0 bitcoin uh, zetten. Dus ik moet eventjes terug om het uh, aan te passen. Ja, 0,001 moet het zijn. Nou, bij uh, dus die 17... Nou, wat zei ik net? Nou, ben ik het alweer kwijt omdat een, ik een error kreeg. Nou, zei 17. Nou, laat ik even hier gaan zitten. Ja, 17.000 euro. Als die bij de 17.000 euro is. Uh, oh, ja, ik dacht dat dit de vies waren, maar dit is het totale bedrag. Dus hier laat hij het totale bedrag zien wat hij dan gaat kopen. Dus even voor het voorbeeld. Dit is inclusief uh, met de vies. Dus je hebt juist minder vies als je limit orders doet, want ja wat wil die broker dat jij uh... oh nu gaat het we weer helemaal fout dat jij uh, volume maakt en daar verdient die broker aan. Hè, dus op die manier, nou nu kan ik op continue drukken en dan kan ik op conform drukken en dan staat de limit order er ook echt daadwerkelijk in. Dat laat hij dan ook op het grafiekje hier zien. Nou en dan help je natuurlijk als je erin komt dat hij gaat stijgen, nou ja dan stel hij komt weet ik veel dan weer terug, nou dan moet ik even helemaal naar links kijken, een beetje hier zo, hier zie je aan de, aan de linkerkant de bodem van de, de vorige hoge range, nou 19.400 afgerond, 19.400, nou, nu druk ik per ongeluk op een verkeerd knopje. Dan heb je hier de, met het pijltje terug kan je dus terug en dan heb je cel. Dan ga je natuurlijk wel op cel drukken. Nou klik je hier ook nog eens een keer op limit om zeker te van, ervan te zijn dat je een limit order hebt. Nou dan eh, nou, hoeveel je eruit wil halen dat hangt er helemaal van jezelf af. Ik doe ook weer even 0,001 bitcoin. Nou en de prijs waar wij het willen verkopen is 19.400 euro. En dan krijg je dus 19,36 euro terug in uh, bij dit getalletje, bij euro te goed. Nou, druk je weer op continue en op confirm. Nou, en dan staat hij er hier ook netjes in. En dus op die manier kan je met uh, Bitfavo uh, spot long treden, heet dit. Dus ik hoop dat jullie het een interessante demo vonden. Dan gaan we nu weer verder met het laatste deel van de presentatie. Dus tot zometeen. Nou, hallo allemaal, uh, ik hoop dat jullie het heel wel interessant vonden. Ik heb hier nog wat, uh, nog wat uitleg uh, ja, waarom ik dan kies voor investeren. Nou, de belangrijkste reden is uh, ja, dat ik nu enorme last heb van de huidige euro-inflatie. Wat ik net al zei, uh, mijn boodschappen zijn gewoon boven de 70 euro uh, per week, meer dan een tientje per dag. En uh, he, daarom kies ik ook uh, nu om te investeren in deflationaire assets. ...deflationeren, activa en uh, ja, in mijn geval, uh, ik ben dan fan van crypto en dan met name uh, bitcoin. Want ja, met goud, uh, dan moet ik het weer ergens in een kluis leggen of je moet het later opslaan. En dan, ja, wie ze cashflow wordt het dan? Dan wordt het de cashflow van degene die, die, die uh, dat goud voor jou bewaart. En met bitcoin uh, heb ik alles uh, zelf in de hand. Tenminste, als je het dus op een hardware wallet uh, zet, daar heb ik al een keer een, een video over gemaakt... Die kun je ook vinden op mijn kanaal. Nou, je hebt natuurlijk die, die oorlogen nu. Dat zorgt voor helemaal hogere grondstof en met name dan brandstofprijzen. Net als wat ik eerder al zei, Ethereum betaalt dan een beetje die, die benzine terug. Dit jaar toevallig doet hij dat ook wel een, een beetje nu de koersen weer wat gestegen zijn voor de rest uh, ja on onafhankelijkheid uh, kweken uh, dat is uh, ook weer slaat het nog wel een beetje op, uh, op bitcoin hey, je bent uh, niet afhankelijk van een derde partij hey, je hebt geen bank nodig en hey, je komt ook los van uh, regels van uh, overheden en dan waarom treden ja, treden is eigenlijk een, uh, ja, een toolset hey, je hebt meer gereedschap zeg maar tot je beschikking hey, je hebt dan niet alleen een uh, een tool om uh, ja, spot in te stappen, hè? maar je kan ook dus uh, uh, short gaan. Hè? Dus, uh, dat kan trouwens ook spot, maar je kan dat ook dus met de uh, margin en de leverage doen. Dat zijn allemaal tools die uh, je in je voordeel kan gebruiken. Maar ja, nogmaals, let erop: die tools kunnen ook in je nadeel werken als je niet weet wat je aan het doen bent. Is hetzelfde als jij ja, nog nooit een of andere cirkelzaag hebt bediend. <laughs> maar het is wel sneller met afzagen dan handzagen, Maar als je dat ding nooit gebruikt hebt, dan kan je je vingers verliezen. Zo uh, moet je het eigenlijk een beetje zien. Nou, je kan extra fiat geld verdienen buiten werktijd. Nou, dat staat alweer een beetje op die capital gains. Maar ja, dat kan dus ook met traden gebeuren. En je kan ook extra bitcoin verdienen buiten werktijd. Nou, dat is die. Uh, inverse perpetual contract hè, bij uh, bij bij nou, je kunt jezelf verbeteren je bent aan het leren uh, je wordt niet la langzaam ademwege dus die te hoge inflatie en ik vind dat het een gevoel van uh, van nut uh, geeft en je bent er gewoon lekker bezig en uh, ja voor mij is ook de, de reden een soort pensioen opbouwen want uh, ja, ik geloof natuurlijk niet meer in uh, pensioenen voor mijn generatie en uh, Treden is ook een tool omdat je niet weet naar welke kant uh, we gaan. En nu zitten we heel erg wel naar de inflatiekant. Maar ja, aan de andere kant wordt ook de rente verhoogd. En dat gaat weer voor een, een deflatie zorgen. En juist een instorting, instorting zeg maar, van uh, de economie. En dan uh, kan je met treden kan dus beide kanten op. En daarom heb ik hier rechtsonder zo'n plaatje staan. Uh, met, met, uh, ja, dat het naar beide kanten op uh, kan gaan. En dat kan met investeren. Heb je er eigenlijk alleen maar profijt van als er. ...inflatie is of, of alleen als er deflatie is in het geval van, uh, van Bitcoin en Ethereum. Maar ja, zoals jullie gemerkt hebben, ik neig naar de kant dat uh, ja, de inflatie nog wel even voort blijft uh, bestaan. Nou, meer informatie en links uh, en shoutouts eigenlijk naar YouTube-kanalen die mij hier heel erg hebben geholpen. Nou, één daarvan is uh, Ketelklets, oftewel Rick van der Westelaken... Hij heeft eigenlijk allemaal tips en informatie over zonnepanelen en de energietransitie. En daar heb ik ook heel veel, heel veel mijn informatie uit. Nou, dan heb ik nog een link naar Ruud van een passief inkomen heet het kanaal. En die heeft altijd heel erg gefocust op, op aandelen. Ja, tech aandelen bijvoorbeeld. Maar ook ja, eigenlijk allerlei uh, aandelen. Maar ook uh, ETF's. Hè, exchange, exchange Traded Fund of zo is geloof ik de afkorting. Dat is eigenlijk een uh, mand met aandelen. Uh, bijvoorbeeld VWRL, hè, de Vanguard All World Fonds. Dan heb je eigenlijk de hele e wereldeconomie te pakken in een uh, beleggingsobject. Nou, voor degene die. Uh, geïnteresseerd zijn in bitcoin heb ik ook een bitcoin video handleiding van stijn in die call for your wind nou dit is gewoon dus deze link die hebben overigens ook een youtube kanaal maar dat is een beetje doodgebloed de laatste tijd dus uh... Ga ik gewoon even op hun site af. En in, die, ja, in die handleiding staat echt knijters goede uitleg voor el, ja, elke beginner die twijfelt van ik kan het niet. Of uh, die twijfelt dat hij het niet kan. Nou, maar na het kijken van de video handleiding van hun dan uh, kan je echt alles met Bitcoin. Het is eigenlijk heel simpel. Nou, dan hebben we ook nog bloks. Ja, die houden eigenlijk het crypto nieuws bij van uh, de dag. Het ja, is eigenlijk elke dag door de week een video over het globale nieuws wat er met crypto is. Altijd handig om te kijken, zeker als je een investeerder bent, dan is het handig om dit soort nieuws te volgen. Nou, dan heb ik ook nog voor traden, DopiCash, die weten echt alles over Treden en dat is een goud-eerlijk kanaal. Dus dat is dat vind ik echt een aanrader om die sowieso te gaan kijken. Nou, en wat er nog meer is, nou, wat ik al zei van die, die inflatie en wat de, de ECB aan het veroorzaken is, dat kun je vinden bij Madelon Vos. Nou, die heb ik ook wel een, keer, een paar keer laten zien op dit YouTube kanaal. Die heeft goede informatie over de Europese macro-economie, over de huizenmarkt en over crypto. En kijk je wat meer wereldwijder, dan is Robert Kiyosaki aan te raden. Hij heeft een kanaal die heet de Rich Dad Channel en die heeft een bekende boek geschreven, Rich Dad Poor Dad. En ja, zo ben ik ook uiteindelijk dus gaan zoeken naar hoe kan ik cashflow genereren. Van hem heb ik het cashflow concept geleerd. En dan heb je nog als je echt ja, bols diep in de bitcoin wil, heb je Escape 905 van Mark Dame en Stijn Zeeman. Die hebben podcast met bitcoin-achtergrondinformatie. En uh, ja, dat is echt de diehard uh, bitcoin uh, techniek, die ik zelf ook inmiddels aan het uh, worden ben, of ben geworden, moet ik zeggen. Nou, het zijn eigenlijk allemaal aanraders om te kijken. Ik zal al deze links ook allemaal in de beschrijving zetten, zodat je niet uh, hoeft te zoeken, maar dan kan je er gewoon gelijk op klikken. Nou, verder wil ik jullie uh, bedanken voor het kijken natuurlijk. Nou, like en abonneer nog even als dit een leuke, interessante of waardevolle video was. En ja, vragen kunnen jullie stellen in de reacties. En uh, als je de presentatie wil hebben, kan ik die op die manier misschien ook nog wel opsturen. Want anders wordt het toch heel erg lastig. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Dag allemaal.